Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een nieuwe Mario Galaxy video. Wanneer krijg ik mijn eigen game? Wat, je wil Piet Galaxy of zo? Ja! Nee, Piet. En we gaan naar het Space Junk Galaxy. Oftewel, de ruimte vuilnisbelt. Nou, dat klinkt als een gezellige plek voor een vakantie. We gaan sterren trekken, blijkbaar. Op het Pool Star Path. Oké dan. Moeten we daar echt allemaal overheen gaan lopen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ja, goed, de zwaartekracht werkt hier heel anders dan op aarde. Dus dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Waarschijnlijk moet ik dus nu inderdaad dan hier naartoe gaan. En dan moet ik me, ja, nu ergens naartoe trekken of zo. Oh, ik moet mezelf afschieten of zo? Ja, ik moet mezelf afschieten. Oké, wat gezellig. Hoppakeetje, sterretje, starbits. Nice, die heb ik weer nodig. Want in de vorige aflevering heb ik 400 van die starbitjes uitgegeven. Niet normaal, joh. Blijkbaar moet je die toch wel verzamelen. Hé, jongens, als je dit nou een gave serie vindt, doe dan even je blauwe duimpje. Oh nee, het is geen blauw duimpje meer. Doe dan even je duimpje omhoog. En dan gaan we lekker keihard door met deze Super Mario Galaxy serie, jongens. Superleuk, hartstikke gezellig. Hoppakee, laten we hier naartoe gaan om de muntjes te pakken. Dan gaan we lekker hier naartoe om dit muntje te pakken. Waarom zou ik trouwens hier naartoe gaan? Is hier ook iets? Nee, volgens mij niet. We moeten gewoon hier naartoe en dan hier naartoe en dan deze dingen pakken en dan hier. Ja, en dan gaan we hier. Ja hoor, rustig aan maar. En dan moeten we onszelf nu denk ik hier naartoe weer schieten ofzo? Ja, kijk, hoppakee. Pak hem, hoppakee, lekker. Oké, de volgende, die ligt hier en hier, yes. Dan kunnen we gewoon rustig zo, hoppa, en dan hier naartoe springen. Nummertje 4, nummertje 5, easy, lekker. En dan springen we hierin, hoppakee, drukken we op I en gaan we keihard door. Bam! Waar gaan we nu naartoe dan? We gaan nu echt naar de Space Junk toe. Oké, dan trekken we onszelf nu hier doorheen. En nu, dan kunnen we hierop lopen. Ah, en dan kunnen we nu hier naartoe. Yes. Oh. We moeten ons wel goed er tegenaan trekken voordat we knopje loslaten. Of moeten we gewoon in één keer door? We moeten blijkbaar in één keer door. Ook goed, vind ik helemaal dikke prima. Ja, dit is gewoon chill. Dit is gewoon lekker door de ruimte vibe, jongens. Dit is helemaal niks mis mee. Dit is gewoon chill voor Mario. Dit is gewoon een vakantie, jongen. Ik zei het toch dat dit een leuke vakantie was voor Mario. Nice. Oké, en nu? Ja, nu gaan we waarschijnlijk hier naartoe. Yep. En dan hier zo. Ja, en dan rustig hier naartoe. En dan is het... Hoppakee. Oh. Spinnen. Minolop spinnen. Hoppakee. Ruimte spinnen, jongens. Ik laat ze door de ruimte spinnen. Bedoemd. Hoppakee. Hey, we moeten hier een toads redden. Hier zitten allemaal toads. Toads, what up? Waarom zijn al die toads hier gevangen genomen? Oh, dat is natuurlijk Bowser geweest, hè? Dat heeft Bowser gedaan toen die Princess Peach ook heeft ontvoerd. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hoppa. En daar is die, hoor. Oh, daar is die Captain Toad. Dit muziek is zo droog altijd. Captain Toad, hallo, meneertje. Wat ben je aan het doen? Hallo, waarom hang je hier op zijn kop? Als de dappere kapitein van de Toadbrigade heb ik een weg gevonden die naar de Power Star leidt. We moeten deze slingstar pakken hier bovenop de Star's Room. Nou, super bedankt voor je hulp. Dit is echt nice. Dit is heel nice. Woehoe! Oké, en nu? Wat moeten we... Oh, oké. Er wordt een pad voor ons neergelegd, jongens. Hoppakee, sterretje erbij. Volgens mij moeten we die sterretjes allemaal bevrijden. Die grijze sterretjes. Moet ik daar misschien ook op schieten dan of zo? Jee, nummer 2. Jumpy. Naar voren. Hier naartoe. Moeten we nu weer naar links en rechts? Ja, kijk, hier is er nog eentje. Hoppa. Waarschijnlijk was er daar aan de rechterkant ook eentje, jongens. Ja, kijk, daarboven. Moeten we hier wel schieten dan? Wat moeten we doen? Oh, wacht. Ik kan gewoon hier naartoe springen. Ah, kijk. Kijk, die vormen, die gaan allemaal samen. En dan worden ze dit. Nice. Oké, leuk gevonden. Nice. Pew. Ik moet nou wel even rustig aan doen. Ik moet er niet afvallen. Gewoon chill, Mario. Gewoon chill. Hier gaan we even een saltootje achteruit doen. Hoppakee. Lekker. En daar is die. De ster. Die is... Oké, waar ga je? Waar ga jij met je ster? Ik moet weer teruglopen. Echt die muziek in deze game ook, hè. Dat is echt heerlijke soundtrack dit. Daar zijn we. De volgende ster.
op deze rommelruimteplaneet. We got him. Rosalina die zegt, het lijkt erop dat een prankster-komeet ergens is verschenen. En prankster-kometen die hebben hele rare effecten op het universum. Als we er meer over willen weten, dan moeten we deze Luma eens even vragen. Ik denk dat we deze Luma even een naam moeten geven. Armo. Het is gewoon prank, kill. Het is gewoon prank. Je weet toch, het is gewoon prank. Als je meer wil weten over de prankster-komet, dan ben ik jouw Luma. Nou, vertel me meer. De prankster-komeet is altijd hier om problemen te maken. Die maakt galaxies helemaal gek. Ah, het zijn een soort van challenges. Speedy comets die zorgen ervoor dat je minder tijd hebt. Derde van comets die zorgen ervoor dat je minder leven hebt. En cosmic comets die zorgen ervoor dat je een race moet doen tegen jezelf. En fast foe comets die zorgen er weer voor dat je vijanden sneller zijn. Moeten we naar zo'n prankster komeet? Wow, hier. Wat hadden we daarom nog geen kroontje bij deze planeet? Wow, speedy comet in orbit. Dino piranha speedrun. Oké, vet. Dus deze hebben we al gedaan in een vorige aflevering. Maar we moeten dit nu dus blijkbaar heel snel gaan doen. Nou, weet ik niet meer precies waar ik naartoe moest. Dus dat is wel een nadeel. Oké, volgens mij, we hebben 4 minuten. Ah, joh, 4 minuten. Dat moet goed komen. Easy toch? We moeten namelijk volgens mij hier naartoe. Helemaal naar boven, dacht ik. Kijk, hoppakee. En dan kunnen we onszelf af gaan schieten. Dan komen we nu hier terecht. Ja, dit kan ik me ook nog herinneren. Dat ik inderdaad op dit stuk van die planeet ook moest zijn. En dan moesten we die 5 dingen pakken. Zo, hoppakee. Oh. Even dit... Ah, ik wou dit muntje pakken. Oké, ik overleef dit. Pak het muntje, Mario. En nu het 5e dingetje zoeken. Waar is die 5e? Waar is die 5e? Daar is die 5e. Go. Go, pak hem. Nice. Oké, we hebben hier te veel tijd verloren eigenlijk. Ik ben benieuwd of we het nog gaan redden, jongens. Kom op, Mario. Let's go. En door. Ja, we zijn er nog niet. Pak even een groot muntje hier zo. Wat moesten we hier ook weer doen? Moesten we hier Piet verslaan? Ja, we moesten hier Piet verslaan. Oké, gelijk door, want dit gaat om de tijd. We moeten snel zijn. Wat moesten we hier dan doen? Moesten we hier... Nee, we moesten niet per se Pietjes verslaan. Of Pietjes, dat zijn natuurlijk geen Pietjes. Moesten hier deze indrukken volgens... Nee, ook niet. Oh, wat moesten we hier ook weer doen? Oh, deze Piet moesten we hier verslaan. Ik raak bijna weer mezelf. Hoppakee, nice. Oké, we zijn op de helft van de tijd, jongens. We zijn op de helft van de tijd. Ik hoop dat we nu door mogen. Go. Oké, nou hier moesten we deze uit de grond halen. Ja, dacht ik. Oh nee, dat was niet per se wat we moesten doen. We moesten gewoon hier naar boven klimmen. Ja. Oh, ik weet niet of we... Ik denk dat we dit niet meer gaan redden. Ik denk dat we dit niet meer gaan redden, jongens. Ik ga gewoon door en hoppakee, tempo. Kom op. Schiet jezelf af. Ja, we zijn nu volgens mij wel bij de ei waar we moeten zijn. Misschien gaan we het wel redden. 1 minuut 39 nog. We moeten hem 3 keer bij zijn staart grijpen, jongens. Let's go. Hoppakee. Bam, dat is 1. Daar is die. 1 minuut 35. Ah, kom op met deze speedrun challenge, Mario. Pak hem. Nice. Bam. Lekker. 1 minuut 29. Dit moeten we redden, jongens. Dit moet lukken. Dit moet gewoon lukken. Hij komt achter ons aan. Ga naar zijn staart. Ja. Lekker. 1 minuut 22. Ja, dit moet goed komen. Dit moet goed komen. Oh. Ik moet wel even op blijven letten. Ik moet wel op blijven letten. Ik moet nu heel erg op blijven letten zelfs. Ik mag nu niet meer geraakt worden, want dan ben ik gewoon de Sjaak. Oké, even rustig aan. Go. Dit is hem. Ik mis. Kom op. Nog 1 minuut. Pak hem. Lekker. Ja. Dit was hem. Wow. Dit werd nog even spannend. Ik dacht dat we dit makkelijk zouden redden. Maar we hebben het ook gered. En zo hebben we weer een extra ster te pakken. Een echte speedrun ster, jongens. Nice. En dat is alweer ster nummer 14. En dan gaan we nu snel weer door naar de Rommel Galaxy. Naar Camela's airship aanval. Wie is Camela? Ken ik Camela? Ik weet even niet wie Camela is. Maar er zien hier heel veel van die battleships weer van Bowser. Ik denk dat ik gewoon hier naar op moet springen. Ja, hoppakee. Let's go. Vuur jezelf af. We gaan al die battleships kapot maken. Kom maar. Oh, wacht. Dat moet natuurlijk... Ja, dat was ik even vergeten. Als je ei hebt ingedrukt voor je spinaanval, dan moet je altijd even wachten voordat je hem nog een keer kan gebruiken. Dat was ik even vergeten. Oké, laten we even dit blokje pakken. Wat zit er in dit blokje? Allemaal starbits. Ik heb eigenlijk nu al wel weer een muntje nodig. Hoppakee, bruggetje naar beneden. Mogen konijntjes gaan pakken. Pak de konijntjes. Oh, niet?
hoeven die konijn niet te pakken. Moet ik met het konijn praten? Oh, hij leert ons een sprong. Kijk, we kunnen gewoon zo, hoppakee, springen en ei drukken. En dan kunnen we... Ja, en dan kunnen we natuurlijk ook in de lucht dingen kapot maken. Is de bedoeling dat we ook hier naartoe gaan? Nou ja, dan hebben we in ieder geval wel weer een leven erbij. Dus dat is op zich super slim. We kunnen alle levens goed gebruiken natuurlijk. Kan ik dit ding pakken? Ja, ik kan dit... Oh, huh? Dan heb ik... Oh, wacht. Ja, juist. Oké, dan kan ik gooien. Ja. Kunnen we dit kistje openmaken? Of moeten we daar een Koopa Shell tegenaan mieteren? Ja, dat is inderdaad de bedoeling. Hé, Kamek is daarboven. Kamek, jij droeftoeter. Maar hoe ga ik dit pakken? Oh, zo, nice. Lekker. Je kan dus zo een hoge sprong doen en dan kan je nog hoger komen door dan op ei te drukken. Cool. Oké. Kamek, kom maar aan. Oh, oh. Oh, ik wist even niet dat jij ook jouw vuurbal van de trap af zou gooien. Jij smeerpijp. Jij smeerpijp. Hier voor jou. Doei, Kamekie. Kamek doet stoer, jongen. Kamek doet altijd stoer. Maar hij is niet stoerder dan wij. Hoppakee. En door naar de volgende airship. Woehoe. Pak deze Goomba. En pak de Starbits. En naar beneden. Hoppakee. Nee! Oh, gelukkig spawnen ze gewoon. Ik dacht even dat ik het verpest had. Oh, wat? Hier is een rode shell. Die moet ik zeker naar hun toe gooien. Want rode shells, die gaan natuurlijk altijd op hun enemies af. Ja, duidelijk, duidelijk. Groene shells, die moet je altijd mikken. Maar die rode shells, die gaan op hun enemies af. En, kijk, we hebben nu extra leven. Dat is altijd top. Ik ben wel blij dat ze gewoon rustig zo rondlopen. Ze zijn niet echt een gevaar, die Koopa's. Pak hem! Hoppakee, op z'n bakkeroni. Lekker. Even nog wat toads bevrijden, omdat het kan. En kunnen we dan ook nog even hier naar boven? Ligt hier dan ook nog iets bijzonders voor ons? Nee, zo te zien niet. Nou, in dat geval steken we gewoon de brug over. Even die Starbits daar pakken. Oh, dan hebben we een one-up. Nice. En go, go, go. Oh, we gaan gewoon hier naar boven. Wie is hier? Wie is hier? Wie is Kamela? Want Kamela komt er nu, denk ik, aan, jongens. Kamela. Oh, de grote vrouwelijke versie van Kamek. Wat zouden we moeten doen hier? Moeten we hier tegenaan? Oh, wacht. Moet ik die pakken? Stopt die op een gegeven moment ook? Of Ja, kijk. Oké, die kunnen we pakken. En... Oh, dan moet ik alleen wel iets beter mikken, denk ik. Kijk, nice. We hebben hem weer te pakken. Mikken. Hoppakee. Op je bakkes, Kamela. Kamela is een held. Wat vet. Kijk, hebben we er weer eentje te pakken. Gaat Kamela weer een vuurbal schieten? Schieten wij deze weer op haar bakkes? Ben je nu boos, Kamela? Wat ga je nu doen? Je bent boos, hè? Oh, je gaat Kamek spawnen. Kan ik Kamek... Kijk, kan Kamek ook gewoon slopen? Oh, maar Kamek gooit ook vuurballen. Kamek gooit vuurballen. Hoppakee. Doei, Kamek. Nice. Deze en deze op hem gooien. Kom maar. Hoppakee. Later. Oh, mogen wij jouw toverstaf hebben? Oh, in jouw toverstaf zit een star. Star power! Ja, dit was super vet. Dus dit was Kamela. Heb ik weer wat geleerd, jongens? Als jij ook wat geleerd hebt en deze video tof vond, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo Mario video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/RickardU. En dan zie ik je daar of bij de volgende video. Mazzel!